Jagannath Lajwant is in vele opzichten een bijzondere zoon en politicus geweest in Suriname. Dit heeft de ondervoorzitter van de VHP, Glenn Oelers, van gisteravond gezegd bij de herdenking van Lajwants 100ste geboortedag. Op het partijterrein zijn kransen gelegd en bloemen gestrooid bij zijn standbeeld. Dit is vooral gedaan om de oprichter van de VHP dank te zeggen voor al datgene wat hij voor land en volk heeft betekend en nog steeds betekent. Lajwant is 52 jaar politicus geweest en heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Suriname. Lajwant heeft als politicus Suriname kunnen behoeden voor grote spanningen tussen de bevolkingsgroepen. Zijn nalatenschap bestaat uit de verschillende momenten van optreden als staatsman, als behoeder van de democratie en rechtsstaat, herstel van de democratie, de economische en monetaire chaos en gedachteontwikkelaar als aanhanger van de verbroederingspolitiek. Lajwant is ruim 52 jaar lang politiek leider geweest van de VHP en heeft door de jaren heen politieke structuren ontwikkeld voor politieke participatie, betrokkenheid en ontwikkeling van de huidige generatie politici. Lajwant is voor meer dan een halve eeuw een bepalend gezicht geweest voor de politiek en het parlement van de Republiek Suriname. Afwisselend in de oppositie en de coalitie heeft Lajwant geschiedenis geschreven door langer dan 20 jaar leiding te geven aan het parlement. Tot en met het jaar 2000 is hij bij elke verkiezing verkozen tot lid van het parlement. Er zijn ook presentaties gehouden door ex-voorzitter Ram Sardjou en Maurits Hassan Khan. Beiden hebben een beeld geschetst van het leven en de politieke carrière van wijlen Jagannath Lajwant. Ze stonden ook stil bij zijn gedachtegoed, met name zijn rol en bijdrage in vooral crisisperioden en datgene wat hem doet onderscheiden en heeft doen gelden als de staatsman. Bij de kranslegging gisteren was VHP-voorzitter Jan Santokki niet aanwezig vanwege uitlandigheid.